hebben een nieuwe trui binnen. En dit is een mohair trui, denk ik. Hè? Want het is zo'n harig wolletje, zeg maar. Mohair. Zit er heen. Hair. Ik zie het even niet te zitten. Ja, maar hier zit zeker wol in, hoor. Ja, en het is echt ook zo'n wollig laagje wat erop zit. Ik voel het me al een beetje kriebelen. En ik kan goed tegen wol, maar ik zeg het altijd zoals het is. Hè? Ik kan het wel goed hebben, maar deze voel ik wel een beetje kriebelen. Ik heb er nou ook nog een kooltruitje onder gedaan. Niet alleen omdat hij kriebelt, maar ook omdat het eigenlijk ook wel een hele leuke combi samen is. En zeker als je een koukleur bent, dan is het lekker om het eronder te hebben. Alhoewel ik het nou wel heel warm vind. Ik zeg net, nou als je van tegen de kou moet kennen, dan moet je dit zo dragen. Ja. Maar het is ook heel mooi. Ik heb foto's zonder kooltruitje. Ja, dat is ook echt heel mooi. En je kunt ook zeggen, doe er een blouseje onder. Hè? Ja. Die trui is 49,95. Het is een hele mooie taupekleur. Ik hoop dat je het ziet, want wij zitten hier zo te kloten met die lampen. En ik heb een nieuwe telefoon. Het geluid is nou goed, maar de kleuren zijn anders van mijn beeld, zeg maar. Dus ja, daar vind ik altijd wel een beetje lastig. Dus we moeten even... Hij is wel romiger in het echt. Hè? De trui? De trui, ja. Ik vind hem... Nou, waar grijzig lijken. Ja, het is echt een taupekleurtje. Het is echt een prachtige kleur. Ja, heel mooi. Als ik dichtbij kom, wordt het dan gekker. Want nu stap ik uit het licht eigenlijk. Ja. In ieder geval een mooie kleur. Ja. En bij die Fango broek, het is de Leatherloop broek Fango. Doei, doei. Doei. Is die ook heel erg goed. Nou, er zit een mooie tekst op met een gouden randje erlangs. Ik zou zoiets altijd, ja sowieso alles waar gebreid is op een wol was, gauw 20 of 30 graden doen. Maar ook alles waar goud en strass op zit, doe daar lekker binnenste buiten op een koud mogelijk, zo koud mogelijk wasje wassen. Dan blijft er echt altijd het allemaal het mooist. Nou die trui is 1 maat en je kunt hem dragen van afmaat, ja ik vind met 36 ook mooi, dan draag ik hem lekker oversized. Tot en met maat 42 moet hij gewoon. Ja dat moet wel lukken, ja. Nou die basic kooltruitjes, ik heb de beige eronder. Die zijn 34,95, de trui is 49,95, de broek is 59,95. En dat zijn echt hele fijne broeken. Er zit veel stretch in en dat is grotendeels viscose. Aan de binnenkant zo'n lekker zacht laagje erin, zodat je hem ook in de winter kunt dragen. Want een leatherlook zonder dat laagje is ijs en ijskoud. Dus dat moet er wel in zitten. In het begin zijn ze gekreukt, maar die kreuk die gaat er echt uit tijdens het dragen eigenlijk al. Maar zeker tijdens het wassen. En je kan hem ook als je wil... aan de binnenkant strijken. Stel je hebt hem besteld en je zegt ik wil nu de kreukels eruit, nu. Dan doe je hem even aan de binnenkant strijken, dat gaat ook. Die broeken zijn dus 59,95. Die gaan van maat 34 tot en met 42. Ik vind ze gewoon goed op maat vallen. Ik heb boven bij de buik wat ruimte nodig, over. Maar daar heb ik echt aan de achterkant wel nodig. Dat die mooi over de billen zit. Tot in de holte van mijn rug, zeg maar. Ik heb altijd wat rondere heupen. En gewoon vlees op mijn bovenbenen. En dan vind ik mijn eigen maat. Dat is maatje M. Toch wel het beste. In de winkel zie ik wel vaak. Als, ja, heel veel mensen hebben dat. Op de benen zijn ze smaller als bij de buik. Dan heb je bijvoorbeeld op de benen 38 en bij de buik 40. Dan kun je van deze broek de 38 pakken. Vaak heb je dan wel rechtere heupen, plattere billen, maar wel een buikje. Het is ongeveer een lengtemaat, kleine 32. En ik ben 1,72 meter, heb lange benen en dan zit het bij mij net boven me, ja, op mijn enkels, zeg maar. Wel een super fijne broek is, Jan, want we hebben hem elk jaar. Ja. En iedereen zegt er ook die hem aantrekt. En dan zeggen die ze ook kopen ze wel in verschillende kleuren. Ja, dan. En waar ze ook zeggen van, nee, geen broek met knopen, zeggen ze. Want dit zijn knoopsuitingen. Nee, geen broek met knopen. Dat moet ik niet hebben voor als ik naar de wc ga. Dan ga ik het even laten zien. Dan doe ik het bovenste knoopje los. Ja, ja. Hoeft eigenlijk niks te doen. Ja, en ooit kan dat zo al uit. Ja, dus dat geeft niks. Die knopen, en dan echt, ze nemen hem allemaal mee, hè? Ja. Ja, het is gewoon een fijn buksje. En dan moet er eigenlijk, hè, bij mij is je bovenaan wel partij aan de ruime kant natuurlijk. Ik draag toch altijd een riem. Daar raad ik ook bij iedereen aan. Want een stretchbroek vind ik sowieso zoetjes aan een beetje afzakken. Vanwege de stretch sowieso. En dan is het de kunst om de riem niet te strak te doen. Zodat je niet een randje creëert. Dat dan weer over de broekrand heen rolt. Want dan lijk je eigenlijk alleen maar dikker. Doei doei. Ja, iedereen maar wij gaan ook, Jan. Hè? Ja, doei. 59,95 en dan heb ik die mooie laarsjes erbij aan. Ik vond dat wel een hele mooie match samen. Heel mooi. Omdat die kleur ook in die sok van die laars zit. Hè. Hier zit een stuk sok. En dan is het een beetje een matbruinig gouden laars. En dan een stoer modelletje met een
Lijkt een hoge hak, maar dat is het niet. Want hier heb je een dikke zool, die kun je ervan aftellen. Het voelt gewoon als een platte schoen. Echt heel erg leuk. 59,95. Iedereen vindt hem fijn zitten. Ik zie al reacties op Facebook voorbij komen van oh, wat fijn laarsje. En daar zijn onze reviews ook meteen. Hè? Als wij op Facebook al die reacties zien, ja, dat is voor ons natuurlijk heel fijn. Maar anderen kunnen die reviews lezen en die durven dan ook makkelijker te bestellen natuurlijk. Nou, 59,95 de laarzen. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.